Wim de Dekker, is het koud? Amai, het is heel koud, heel koud. Maar na die overwinning voel het dan veel warmer aan. 12 op 12 en jullie staan sowieso eerst en ook na dit weekend. Dat is fijn. Ja, dat is heel fijn. Maar ik heb het al meer gezegd. Het is niet dat we al zo meteen bezig zijn met tegenstander. Tuurlijk, we moeten er ook niet flauw over doen. We houden het wel in de oog. Maar het is niet dat we nu al aan het rekenen zijn van dit of dat. Ik zie gewoon iedere week mijn ploeg vooruit gaan. Als ik het vandaag weer zie, de controle dan ze over de wedstrijd hebben. De kansen die dat we op zich creëren, de fysische paraatheid, de taken die dan ze uitvoeren. Ja. Dan zit het goed. Dat is een ploeg die om kan blijkbaar met ja, alles wat erbij komt bij die leidersplaats. Misschien alleen in het begin van de tweede helft was die controle er even niet. Ja, klopt. Dan hadden we 10 minuten moeilijker. Hebben we ook een beetje meevallen misschien met die bal op de lat. Maar zelfs dan heb ik het gevoel, als het daar even tegen gaat, dat wij kunnen rechtzetten. Ik denk, deze ploeg bezit over meerdere factoren. Dan heb ik het meer over maturiteit. Toch een jeugdige ploeg ook nog. Dus de variaties, het zit goed. Het evenwicht zit goed. Dus laat ons nog maar een paar weken op deze flow verder gaan. Omolo, in moeilijke omstandigheden, geweldige match gespeeld? Absoluut, maar niet enkel Omolo. Ik denk, wat ik daarnet zei, je merkt aan alles dat het goed zit. Je ziet dan heel veel spelers boven zichzelf uitgroeien. Al weken aan een stuk. Die maken ook anderen beter. Zoiets moet je krijgen. Zeker in deze fase van de competitie is dat heel belangrijk. Misschien nog één woord over Joren Dom. Die scoort gemiddeld 1 keer per seizoen. Vorig jaar tegen Eupen was een beauty. Vandaag weer. Het ging tijd worden dat hij nog eens ging scoren. Nee, het was inderdaad een heel mooi doelpunt. Maar je voelde ook ergens dat dat doelpunt in de lucht ging. Dus het is mooi, want nu beginnen we verschillende spelers te krijgen die dan een doelpunt kunnen maken. Dus dat is nog mooier. Volgende week Tubeke? Ja, totaal andere wedstrijd. Iedereen kent ondertussen Tubeke ook. Maar oké, dan gaan we terug. We gaan ons niet aanpassen, maar we gaan wel terug andere accenten leggen.